Hoe voorkom je dat kinderen na oud en nieuw niet meer op hun vingers tot 10 kunnen tellen? Je geeft ze vuurwerkles. Kinderen in groep 8 van de Regenboog in Maassluis kregen vandaag Sheila Huizer van de brandweer voor de klas. In de schoolbanken ook burgemeester Haan van Maassluis. Die wil graag helemaal af van consumentenvuurwerk, maar ja, zover is het nog niet. En dus beter de kinderen waarschuwen voor alle gevaren. Het wordt echt wel heel erg heet. Koud vuur bestaat niet. Raap geen rotjes op die weigeren. Gebruik alleen legaal vuurwerk. Draag geen nylon kleding. Doe geen capuchon op en doe een veiligheidsbril op. En iedereen heeft wel een verhaal van vuurwerk dat op het nippertje goed ging. Ik ben Thijs en wij stoken een vuurpijl aan de aarde af en die ging niet omhoog, dus hij ontplofte in de tuin. De buurman stookte een vuurpijl af en toen kwam die langs mij en mijn buurmeisjes langs de rug zo. Hij ging de verkeerde kant op. Straatmodulair opblazen is zo niet cool. Dat soort dingen. Applaus voor juffrouw Sheila. Ja? Ik denk dat deze lessen heel erg goed zijn, dat kinderen op de gevaren gewezen worden. Vaak zijn ze onschuldig, onnadenkend met elkaar bezig. Maar de gevaren zijn gewoon heel groot. Eigenlijk is oudejaarsavond een georganiseerde crisis in Nederland. Het is een beetje malligheid.